Huis gekregen.
waar je niet in mag, stap er ook niet aan, behalve je moet een aanvraag ontvangen. Dat heb ik ingericht en dat is echt een museum geworden. Daar moeten jullie echt allemaal. Ik denk dat je de wethouder. En ik wil best wel een rondleiding geven, maar ik denk dat dat wel heel erg leuk kan zijn. Helen Daalvliet. Ja, ik ben al een keer geweest met die man en toen moest ik me melden dat hier de secretaresse van de burgemeester mocht kijken. Anders was het niet gelukt hoor. Maar het is echt heel erg mooi. En ik denk ook dat we daar, is nog één muur en Linda. Ja, ik denk, we hebben net gezegd, iedere maand moet daar van de Amstelveener iets nieuws aan. Maar nu nog even over boven, want het is prachtig. Dat is het al gezien hebben, als je de glasculturen ziet. Dat is zo'n niveau. Ik noem geen namen, omdat zegt de ene, ja, je hebt mij niet genoemd. Schilderijen, keramiek en ook de sieraden. Dus, nee, ik ben heel erg blij. Nou ja, ik hoef niet meer blij mee te zijn. Alleen is blij mee, zei ze. En ik hoop dat jullie, zeker de kunstenaar, al bevriend worden van het museum. Want dat kost maar heel weinig, 36 euro. En waarom mag je nog 34? Voor hoeveel? 34. Maar dan moet je volgens wel automatisch overmaken. Nee, ik ben op de hoogte hoor. Als 36 jaar weer vanaf. En anders is dat veel moeilijker. Ik hoop dat jullie dus daar al bevriend worden. En ik wens jullie heel veel succes. En ik geef nu het woord aan. Ja, er zijn zoveel mensen. Oh ja, de voorzitter. We zijn hier ook met een reden natuurlijk, want 10 jaar geleden is het eigenlijk al begonnen met vak. En 10 jaar ondertussentijd is ook heel veel gecreëerd, projecten opgezet, vele kunstwerken gemaakt door kunstenaars. En dat is ook de reden waarom we hier met z'n allen zijn, om dit met elkaar te vieren. 10 jaar tijd heeft het vak mensen verzameld, niet alleen in Amstelveen, maar ook uit Haarlem, Amsterdam zelf, Almere. Het zijn even wat windstreken die ik even noem. Maar deze club is zo divers dat we het niet meer kunnen vangen alleen maar de Amstelveense kunstenaar. De Amstelveense kunstenaars en ook de Haarlemse, maar ook de Almeerse en ook de Amsterdamse, hebben dat betreft binnen de vak een gemeendeel gevonden met elkaar. En dat is vooral met elkaar projecten opzetten, met elkaar kennis willen uitwisselen en ook met elkaar een stap verder willen gaan. Ik ben een jaar geleden benaderd geweest door een van de bestuursleden met de vraag of ik deze club, die al 10 jaar bestaat, wil leiden. Ik heb een beetje meer research destijds gedaan. Ik denk, nou, misschien niet. Ik weet niet of ik het kaliber daarvoor heb, maar wij in deze club van, nou ja, 45 personen kunnen leiden daar naartoe willen gaan. Maar ik heb het vertrouwen gekregen van Carina, voorzitter. En ik heb jullie leren kennen, kunstenaars. Zeker leren kennen. En ik heb jullie leren kennen in de situatie waarin ik samen met jullie een boek heb mogen creëren. Want 10 jaar mag ook vereeuwigd worden. En wie schrijft, die blijft. Ik heb het veel plezier in 1,5 maand tijd. En ik ben door vele drukkerijen en uitgeverijen uitgelachen. Dat gaat je nooit lukken in 1,5 maand tijd. Maar dat hebben we gedaan. En dat vind ik ook heel tekenend voor de vereniging. En dat wil ik ook hartelijk. Wat dat betreft, qua samenwerking. Daarvoor zitten we echt wel bij dezelfde plek en doen we het hartstikke goed. Dus in die zin ben ik trots op wat jullie eigenlijk met mij bereikt hebben. En ik heb uiteindelijk ook de eerste proefexemplaren van de drukkerij mogen ontvangen. Die heb ik hier uiteindelijk in mijn hand. Dit boek. Met bloed, zweet en tranen tot stand gekomen, maar ook met heel veel gelach. Ik heb daar 2 personen aan mijn zijde gehad die me daar heel bij hebben geholpen en daar goed aan mijn slag zijn gegaan. En ik wil heel graag even Ruud daarvoor heel klein beetje even het podium geven. Ruud, wil je even voorkomen? Ja.
Willem Vreeking. Dit is Ruud Nederveld. Binnen een vereniging moet je het vooral ook hebben van je netwerk, de mensen die je kent, wie je de projecten kan realiseren. In Ruud heb ik daar een partner in gevonden, die met mij samen en met jullie, dus dat heb ik uiteindelijk hebben tot stand gebracht. En Ruud heeft hierin een hele grote rol gespeeld, dus hij heeft wat dat betreft niet alleen het boek gerealiseerd, maar hij heeft wat betreft ook al meer een gratis vormgeving in het gericht. En in dat opzicht wil ik in ieder geval aan jullie aangeven dat hij hier rechts al het boek voor jullie gaan inhoud geprojecteerd hebben. Het is wat lastig leesbaar in van het licht. Maar het zal in die zin duidelijk moeten zijn. Over 2 weken is het boek klaar en kunnen jullie bestellen. Het boek is voor leden makkelijk te bestellen via de website of even mail te sturen. Niet leden kunnen, dat is in die zin ook niet meer onze leden. Maar bestel en sponsor daarmee onze vereniging dat we nog meer mooie exposities kunnen neerzetten. Dat is in ieder geval waar we voor doen. En dan wil ik daarna even het woord geven aan Astrid, waar ben je? Hallo, ik ben Astrid. Ik ben bestuurslid van de Amsterdam Kunst. Ik hou het even kort. Ik ga even iets vertellen als lid van de vereniging. Dat wij hier nu staan bij deze tentoonstelling, hebben we mede te danken, onder andere, wil ik even melden, aan ons oud-voorzitter. Nou ja, oud. Onze voormalige voorzitter, Carina Tapp, die vorig jaar tijdens de tentoonstelling die wij toen hadden in de Rabobank, Kunst in de Parktoren, alleen van Kettering Verschuur heeft rondgeleid en daar toen een opmerking maakte: hoe mooi zou het zijn als wij met ons 10-jarig jubileum een overzichtstentoonstelling kunnen krijgen in Museum Jan van der Togt. En zie daar, we staan nu hier. Dus we zijn eigenlijk heel erg dankbaar ook dat Carina de eerste stap heeft gezet. Ik denk inderdaad dat het een hele mooie tentoonstelling is geworden. We hebben natuurlijk 45 leden ongeveer, waarvan er 42 werkjes hangen. De kunstenaars werken in allerlei verschillende disciplines. Dus het is een hele uiteenlopende tentoonstelling van fotografie, schilderijen, keramiek, mixed media. Ga zo maar door. Elke kunstenaar werkt met veel passie aan zijn vak, aan een vak apart, maar aan zijn vak in ieder geval. En ik denk dat het een hele mooie tentoonstelling is geworden, die mede mogelijk is gemaakt, onder andere door de gemeente Amstelveen, uiteraard door het museum, ontzettend dank ook voor de verzorging van de tentoonstelling, en door onze vereniging zelf. Bij deze wil ik denk ik wel alvast het dankwoord doen. Was dat? Ja. Dus wie ik even naar voren wil hebben is in ieder geval Jan Verspoor, Thomas Hillebrand, Sven van Hiel, Marike Velingen namens de gemeente denk ik. Ik weet niet of Joep Bakhuis aanwezig is. Ik had hem nog niet gezien, maar Joep staat er ook. Want ook Joep heeft geholpen bij de inrichting van de tentoonstelling. Graag te horen. Jan. Hartelijk danken en extra aan de lichtvoerder.